Bienvenue à Leefdal, près de Louvain, une terre idéale pour la culture du blé. Walter Evraert y exploite une ferme familiale depuis 40 ans. Il est l'un des 20 producteurs belges qui cultivent du blé spécialement pour le pain rustique d'Odelaise. Tarwe is eigenlijk de motor van het hele landbouwgebeuren. Men kan zich zelfs geen boerderij in een akkerbouwstreek voorstellen zonder tarwe. Wij zitten hier met een zandlijmgrond. Die zijn zeer geschikt om wintertarwe op te zetten. En die wordt vanaf eind oktober in goede omstandigheden gezaaid. En vanaf de lente begint die mooi op te komen. De oogst die is altijd voorzien rond einde juli, begin augustus. Dat is het resultaat van een jaar inspanning. En als die dan meevalt, is de boer zo gelukkig als een klein kind. Er zijn een aantal parameters waaraan tarwe moet voldoen om als bloem te kunnen dienen om brood te bakken. Dat is natuurlijk specifiek aan iedere variëteit. Wij proeven van onze eigen tarwe, ja. We steken die korrels in onze mond en we bijten daar een keer op. En als we zien dat die korrels hard zijn, dan gaan we dorsen. En zijn die niet hard, dan blijven we nog even thuis. Als de tarwe geoogst wordt, is het in deze streek gebruikelijk om de dag zelf nog de tarwe naar de graanhandel te doen. We werken samen met een lokale handelaar en die stockeert de granen. En dan wordt gekeken naar de luchtvochtigheid, dat het droog genoeg ligt, dat het geen vocht kan opnemen. Deleuze encourage ses agriculteurs à pratiquer une agriculture raisonnée, éco-responsable, qui stimule l'économie locale belge et contribue à un avenir durable. Walter a par exemple installé des panneaux solaires et il récupère l'eau de pluie sur ses toits pour arroser ses champs. We hebben hier drie bijenkasten staan. Specifiek naar de bijen toe zaaien we bloemranden. Wij zijn zeer bezorgd om het welzijn van de natuur. Omdat wij als landbouwers ongeveer de enigste mensen zijn die met de natuur leven. Met de klimaatsverandering passen we steeds meer en meer groenbemesters toe, eigen aan deze streek, en gebruiken stroodammen om in de valleien het water bij overstromingen op te vangen. Zodanig dat onze bodems in de winter er veel beter beschermd bij liggen. Walter sait très bien pourquoi il s'applique tant jour après jour. Pour son pain quotidien et le nôtre. À la boulangerie à Liège, le pain est réalisé selon les techniques traditionnelles. La farine, le levain maison et les autres ingrédients sont mélangés. Après le pétrissage, la pâte est divisée en pâtons roulés à la main et ensuite disposée dans des paniers. Quand la pâte a fini de lever, les pains sont cuits une première fois sur pierre. Tous les matins, les pains prennent le chemin de votre Deleuze, où nous terminons leur cuisson pour vous les proposer super frais, super croquants. Ik eet 's morgens graag een paar boterhammen met speculoos. Cette saveur à l'ancienne, avec une mie alvéolée et une croûte bien croquante. Vous reconnaîtrez vos 14 pains au rayon boulangerie de votre Deleuze grâce à leur label rustique. Surfez sur deleuze.be pour plus d'infos.